Ja, de armoede. Dat je uit zulke bakjes had. Het is natuurlijk Westerbork. In Theresienstadt heb ik nog meer die bakjes in mijn hoofd. Alles wat maar een vorm had waar het in kon gebruiken hier. Want je had niet veel. Je had niks. We hebben in Westerbork wel iets gegeten na het urenkutten. Maar dat hij toch meestal. Ik heb er geen herinnering aan wat voor vaatwerk we daar gebruikten. Was dat zoiets? Het lijkt me te grote inhoud. Zoveel soep kregen we niet. Om wellicht eten te verhitten? Of... En het straalt natuurlijk ook een troosteloosheid uit. Omdat dat eens gehanteerd werd door mensen die zijn afgevoerd en vermoord zijn. Dus troosteloosheid.